In 1970, a television program debuted that changed the way millions of people looked at faith. The Hour of Power. This is the day the Lord has made. Let us rejoice. And today, the Hour of Power continues with a new voice for a new generation. When you put your trust in God, nothing can stop you. Because whatever your circumstance or the obstacles you face, this moment can be your Hour of Power. Van harte welkom bij Hour of Power. We zijn helemaal in kerstsfeer. En wat is dat een geweldig mooie tijd. Tijd om het vieren. Tijd om met elkaar te gedenken dat Christus geboren is. En dat doen we ook in deze uitzending. Bobby Schuller heeft het over het thema Durf te dromen en doe het dan groot. En we hebben ook Jennifer Oaks met 3 muzikale kinderen. Een muzikaal viertal en ze zingen een aantal kerstliederen. En dan zingt het koor het geweldige Angels We Have Heard on High en nog veel meer. Maar ik ben heel blij met mijn gast vanmorgen. Een van de bekendste zangeressen van Nederland, Birgit Lewis. Birgit, hartelijk welkom. Dankjewel. Wat leuk dat je tijd vrij kon maken in je drukke schema. Nou, graag gedaan. Ja. Maar gospel, dat is hetgene met alles wat je doet, ja, waar het bij jou om draait. Ja. Nou zeg ik spontaan, jouw favoriete gospellied. Oeh, er zijn er een heleboel, maar het is één nummer die mij altijd troost geeft. Okay, His Eyes on the Sparrow. Why should I feel discouraged? Why should the shadows come? Why should my heart feel lonely and wait for heaven and home? When Jesus is my portion, a constant friend is he. His eyes is on the sparrow, and I know he's watching me. Ik zou bijna het koor in Amerika naar huis sturen. Ja. Je moeder kijkt altijd, hè? Dus ze zit nu ook te kijken. Wat leuk. Oh, wat leuk. Bijna 80 is je moeder, toch? Mijn moeder is 82 inmiddels. Ja. Ze kijkt graag naar het programma. Ja. Ik wil al die oudere mensen die kijken, onze vrienden de groeten doen. Maar we gaan eerst naar Californië. Oké. Okay. This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Good morning. Good morning. And welcome, church family. We are so happy to have you here and to be with you. We love you. And today, we hope you leave embracing the reality of your trials, but with absolute faith that with God, you will succeed in the end. Turn around and shake the hand of the person next to you and say, God loves you so much, and so do I. Well, we're so glad you're here. And hey, man, nobody does Christmas like our church. And so, Lord, we come to you in Jesus' name. And Lord, I ask that your Holy Spirit would come and move in the minds and the hearts of those who are under the sound of my voice. And I pray, Lord, that you would teach us what it means to keep our dreams alive. Lord, we thank you that Christ came and gave his life for us
that we could be redeemed unto you. And Lord, we love you. It's in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Father, we come before you recognizing that you are the ultimate hope, that you are the hope of the world. Lord, we pray that we can embody your presence, that we can be your hands and feet as we go out into the world and we can bring your hope. You are the hope of the world. Lord, I pray for this congregation. There's so much going on in our midst. So many we need to lift up. So many we need to celebrate with. So, Lord, we pray over everyone, and we say, come, Lord, come quickly. Lord, we pray for Pastor Bobby as he prepares to deliver the message that you have put on his heart. Let his words be your words. Lord, we pray for the church around the world, united today to make a difference in this world. Lord, we love you. In Jesus' name, amen.
sister and her four children. And we've got Dad around here somewhere, too. Beautiful. Thank you so much. So beautiful. In preparation for Bobby's message, the words of our Lord found in Genesis 3:8. Then the man and his wife heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of the day. And they hid from the Lord among the trees of the garden. But the Lord God called to the man, "Where are you?" He answered, "I heard you in the garden, and I was afraid because I was naked, so I hid." And he said, "Who told you that you were naked? Have you eaten from the tree that I commanded you not to eat from?" The man said, "The woman you put here with me, she gave me some fruit from the tree and I ate it." Then the Lord God said to the woman, "What is this you have done?" The woman said, "The serpent deceived me and I ate." So the Lord God said to the serpent, "Because you have done this, cursed are you above all livestock and all wild animals. You will crawl on your belly and you will eat dust all the days of your life. And I will put enmity between you and the woman and between your offspring and hers. He will crush your head and you will strike his heel." And church, God fulfilled this promise when he crushed the head of the snake Satan through his son, Jesus Christ. God always does what he says, and he will bring you to victory as well. Amen.
Leuk dat je er bent. Ik heb het al gezegd. Je bent een van de meest bekende zangeressen van ons land. Gospel is voor jou heel belangrijk. Je zong net, en daar wil ik eigenlijk mee beginnen, want we leven in de tijd dat we denken aan de geboorte van Jezus. Ja. Van het oog van Jezus is op jou gericht, hij is jouw vriend. Is dat zo? Jazeker. Eigenlijk in alles wat ik doe, mijn hele leven, of nou mijn carrière is, mijn privéleven, ik neem hem eigenlijk overal mee. In alles wat ik doe. Dat is mij ook geleerd en dat is ook waar ik in geloof. Ja, het is echt een vriend. Goede tijden en in slechte tijden, ja. Noem eens even snel op, in sneltreinvaart, waar je allemaal aan hebt meegewerkt. Zoveel. Heel veel eigenlijk. Ten eerste, ik heb gewerkt met heel veel bekende artiesten. Zo ben ik ook begonnen als backing vocalist. Bij Treintje? Onder andere bij inmiddels mijn schoonzus Treintje. Ja, Tell the Touch. Leuke schoonzus? Hele leuke schoonzus. Ja, en ik ben ook blij dat ze mijn schoonzus is, want ik weet, ze is in goede handen. Ja. Heel leuk. En ja, toen op een gegeven moment begon ik mijn eerste gospelgroep, de Gospel Train, Burke Lewis en de Gospel Train. En dat was toch ook wel een succes in Nederland. Daar waren de eerste die zeg maar echt moderne gospel brachten aan het grote publiek. En Maria de Passion, vond toch ook wel een hoogtepunt en heel bijzonder mee te doen. De rol van Effie White van de musical Dreamgirls. Ja, heel veel dingen. Dancing with the Stars. Ja, ik ging er vrij snel uit, maar ik vond het wel heel erg leuk. Voor mij had je mogen winnen. Ja, ik had wel wat verder willen gaan, dat wel. Maar goed, het was helaas niet zo. Ja. Maar waar ik wel erg trots op ben, zijn mijn muzikale uitstapjes. Hè? Want ik ben per slot van rekening zangeres en geen danseres. Dus ja, en de Ladies of Soul natuurlijk. Ja. Hè? Met mijn zingende zusjes, Candy Tilver, Etilia Romley, Glennis Grace... Ja, dus daar ben ik ontzettend trots op. Je hebt eigenlijk een heel mooi leven. En je hebt het ook wel moeilijk gehad. Ik begin even bij die kleine meid in de wieg. Ik lag niet alleen in de wieg, hè? Samen met mijn tweelingbroer Elvin. Ja, maar hij had niet het probleem wat jij had. Nee, ik weet wel waar je naartoe wil. Ja, dat klopt. Ik ben geboren met een gesloten fontanel. En dat betekent dat je hersenen eigenlijk geen ruimte krijgen om te groeien. En als daar niet heel snel aan iets aan gedaan wordt... dan kan je een kindje worden met een achterstand. En gelukkig, mijn moeder had heel snel door van... er is iets niet oké, daar gaan we wat aan doen. En ik denk zeker 10 operaties verder, zit ik hier. Ja. En doet alles het goed. Tot je 8e jaar ben je geopereerd. Dat was eigenlijk toch wel een bijzondere periode, want ik wist niet beter... Ik lag zo vaak in het ziekenhuis dat het voor mij inmiddels heel normaal was. En als ik terugkijk naar die periode... vond ik mezelf niet echt een zielig kindje of zo. Dat ik dacht van, er was wel wat met mij aan de hand. Maar ik was altijd een heel vrolijk kind. Heeft dat je gevormd? Ja, het heeft mij wel gevormd. Ja. Aan de ene kant kom je over als een hele sterke vrouw. Ja. En denk van, ik moet niet... dat valt hartstikke mee. Ja? Nee, ik ben juist super lief. En ik denk, het is heel gek om dat van jezelf te zeggen natuurlijk. Maar als je dat zou vragen aan de mensen in mijn omgeving... dat echt het tegendeel is. Ik ben juist een heel warm, open persoon. Ik was ook heel erg verlegen van nature. Dus ik liep... Wat dat dan gaat, ben ik wel echt een laadbloei geweest, ook in mijn carrière. Ja. Omdat ik zo verlegen was, vond ik het heel fijn om een paar stappen achter de artiest te staan. Ja. Vond ik veilig. Hoefde ik al die interviews niet te doen en alle fotoshoots en tv'tjes. Laat mij maar lekker gewoon... Je hebt ook ontzettend opgezien tegen dit interview, hè? Gelukkig niet. Ik heb er juist heel erg naar uitgekeken. Ja. Toen je klein was, keek je met je moeder naar Hour of Power. Ik heb het al verteld, die moeder is nu ruim 80. Je moeder was op een gegeven moment werd ze christen. Hoe was dat voor jou? Ja, kijk, mijn moeder die had zich altijd wel opengesteld voor het geloof. Dus het was ons niet geheel onbekend thuis. Maar op een gegeven moment gaf ze echt haar hart aan Jezus. En toen was het elke zondag naar de kerk. Pinkstergemeente. De Pinkstergemeente, de Maranatengemeenschap in Amsterdam. Elke zondag. En wij vonden dat geweldig. Wij jongsten, Alvin en ik, we gingen dan elke zondag mee. We gingen dan naar de jeugddienst, de zondagschool. We vonden dat fantastisch. Nieuwe vriendjes en vriendinnetjes. En er werd gezongen. En iedereen was blij. Dus dat vond ik een hele fijne ontwikkeling. En ik zag ook wat dat met mijn moeder deed. En mijn moeder werd daar heel gelukkig van. Ja. En tot de dag van vandaag heeft ze zich daaraan vastgehouden. Ja. Mooi. Als je naar black gospel zangeressen kijkt in Amerika... dan hebben ze eigenlijk allemaal hun talent gevonden door het zingen.
als kind in de koor of wat ook. Kijk naar de Jacksons, kijk naar Donna Summer, kijk naar Aretha Franklin. Noem ze maar op. Ja. Tina Turner? Tina Turner ook. Ook, ja. Wauw, ja, zelfs Tina Turner. Ja. Ik denk dat het toch in de basis zit. Ja. Vooral ook veel met in de donkere gemeenschappen. Ja. Het is eigenlijk vrij normaal, ook in Amerika, dat je naar de kerk gaat. Ja. En ja, in ons geval, ik heb dat eigenlijk meteen meegekregen. En mijn liefde voor muziek was er al, want ik kwam uit een muzikaal gezin. En dan was het van heel zelfsprekend dat je dan bij een koor ging zingen. En dat gebeurde ook. Ja. En dat vond ik fantastisch. Welke liederen zong je in die tijd, weet je nog? Oh, ja, heel veel. In het koor. Je weet waar ik heen wil, hè? Want ik wil graag nog iemand van je horen. Ja, dat idee had ik al. Slimme meid. Nou, er is een nummer die ik was een jaar of 16, 17 en die zong ik heel graag. En het nummer heette My Soul. Ja, dat deed altijd wat. My soul loves only you. Loves only you, Lord. Loves only you. My soul. Nou ja, en dan moet je je voorstellen als dan een hele koor dat zingt en driestemmig en dat... Ja, dat is het kippenvel. En altijd als ik terugkijk of terugdenk aan die tijd, moet ik zeggen, dan denk ik altijd aan dat nummer. Ja. Prachtig nummer ook. Als je je leven in Gods handen legt, zoals jij gedaan hebt, dan ben je toch anders dan andere artiesten, of niet? Ja. Ja? Nou ja, je bent in een wereld waar het geloof niet altijd een hele grote rol speelt, natuurlijk. En je komt er dwars vooruit. Ja, iedereen weet dat ook. Ja. En ik vind het ook niet erg. Bijvoorbeeld, ik heb een prachtig gospelkoor opgericht. Soul Gospel Choir. Zeker. En er gaat geen optreden voorbij. Dat we toch wel even met elkaar bidden voordat we de bühne opgaan. Dat doen we wel. Ja. En als ik dan zelf een optreden heb. Of bijvoorbeeld de Ladies of Soul. Wat natuurlijk een ontzettend grote show is. Dan heb ik wel een paar prayer warriors om me heen. En dat doen we van tevoren een goed gebed en voordat ik de bühne opga. Dus dat soort dingen doe ik wel. Maar ik raak mensen met mijn stem en met mijn muziek. Zo probeer ik dat te doen. Dat doe je goed. Zijn je nagels mooi, zijn die echt? Ja, zijn echt. Sorry. Je bent wel leuk. Ik vind het wel leuk om hier... Jij bent leuk? Ja, zeker. Ik heb gewoon het gevoel dat ik geen interview doe, maar gewoon even gezellig met iemand zitten kletsen. Fijn, hè? Ja. Je was in Japan, groot optreden. En dan krijg je een bericht te horen wat verpletterend voor je was. Ja. Ik was aan het toeren met mijn schoonzus, met Rijntje. En mijn broer was al enkele maanden ziek. En we wisten dat het elk moment zou kunnen gebeuren. En ik liep met een ontzettende schuldgevoel of ik nou wel naar Japan moest gaan. Want stel, hè, en dan ben ik er niet zo snel bij. Om een heel lang verhaal kort te maken, onze terugvlucht naar Nederland. Ja, ik moest ineens zo hard huilen. Ik moest zo... Ik werd overmand door verdriet en emotie. En we komen aan in Nederland en het is die dag ook gebeurd. En, net te laat. Dat ik er niet echt bij kon zijn. Ja, dat vond ik echt heel jammer. Maar ik heb wel afscheid genomen op mijn eigen manier. Uiteindelijk heb ik hem wel mogen zien nog, dezelfde dag, maar veel later. Maar ja, dat sloeg in. Ook al weet je dat het gaat gebeuren, maar... Zeg je dan tegen God waarom? Waartoe? Of heb je geen gevecht erover gehad? Mijn eerste gedachte was, het is beter voor hem zo. Want hij had veel pijn en het kon niet meer. Ja. Dus mijn eerste gedachte was, oké, het is goed zo. Ja. Wat raakt jou? Ellende in de wereld raakt me heel erg. Zieke kinderen, hongerige kinderen... narcisme raakt mij, egoïsme. Ik kan daar heel slecht tegen. Ja. En we zijn allemaal mensen, we hebben allemaal wel een beetje last van. Want ik ga mezelf hier niet voordoen alsof ik dat allemaal niet heb. Want ik ben ook gewoon een mens van vlees en bloed. Maar ik kan heel moeilijk tegen dat soort dingen. Dat is iets waar ik echt ook altijd tegen zal vechten. Altijd tegen in zal gaan. Hoe geef je dat vorm? Geef ik vorm in de zin van dat ik... Dat niet alles in eer en glorie staat voor mezelf. Ja. En kijk, ik ben een artiest en je moet jezelf ontzettend profileren. Hè? You're out there. En mensen willen je horen, mensen willen je zien. Ja. En wat is het draait dan allemaal om jou. En soms vind ik dat gaat heel vaak tegen mijn natuur in. Zo raar is dat het klinkt. Ja. Er zijn artiesten die dat geweldig vinden. Die willen de hele dag in de picture staan. En de hele dag. En ik heb
ik heb meestal zoiets van, oh god, ja, oh ja, nee, dankjewel. Jij hebt mooi gezongen, oké, tof, weet je wel. Leuk, blij dat je blij gemaakt. Heerlijk, toch? Maar ik geef het door op mijn manier. Ik heb bijvoorbeeld een Masterclass Academy samen met Shima Rouse. Ja. En wij helpen minder bedeelde jongeren dat ze toch kunnen zingen. En die bieden me een platform aan. En dat is hoe ik mijn steentje bijdraag om, ja, alles wat ik heb gekregen en wat ik kan doen, dat ik dat toch deel. Want anders voelt het gewoon niet goed. Maar vind je het zo mooi dat je een topzangeres kan zijn, iedereen kent je, ja, en dat je toch nederig wil zijn. Dus ja, dat doet me denken aan het kerstkind, hè? Want ik, ja, ik blijf me daarover verbazen. Dat ik denk van, zo, God die alles gemaakt heeft, ja, komt in de vorm van een onschuldig kind. Ja. Wordt niet in een paleis geboren of met heel veel trompetgeschal, nee, of wat ook. Of nee, die wordt op een podium gehesen en wordt in een stal geboren. Simpeler, ja, kon het niet. Ja. Betekent dat voor jou, Jezus? Ja, genade. Genade dat hij aan het kruis is gestorven voor ons allemaal. En vanaf het moment dat je dat begrijpt, dat je dat snapt, ja, dan verandert je leven. En dan ga je anders denken. En dan ga je dingen ook anders zien. Ja. Heel veel mensen zijn gewoon boos op de wereld. En heel veel mensen zijn ook boos op God. Omdat ze het zoiets hebben van, ja, maar als God bestaat, waarom gebeurt dit en waarom gebeurt dat? God heeft ons een eigen wil gegeven. Wij bepalen uiteindelijk zelf hoe het ruilt en zaalt. En dat is gewoon zoals het is. Maar zodra je weet dat het puur genade is, dat hij dat voor ons heeft gedaan, dat hij is gestorven voor onze zonden, ja, dan gaat er een wereld voor je open. Ja. Ja. Mooi als je zo kerst kunt vieren. Ik ben dol op kerst, want het heeft voor mij echt een betekenis. En het is niet alleen heerlijk eten en cadeautjes, dat is allemaal leuk. Ja. Maar ook echt de geboorte van Christus vieren, ja, ja. Ik zou eindeloos met je door kunnen praten. Ja. Kom nog een keer terug, zou ik zeggen. Want je hebt, ja, Bobby Schuller gaat spreken over dromen. Ja. Dat ze soms even duren voordat ze waar worden. Maar jij hebt een droom die al snel uitkomt. Je hebt net een aantal, ja, mooie liedjes opgenomen van, ja, Tina. Ja, mijn inspiratiebron ook, onder andere, ja, Tina Turner. Ja. Rondom haar 80ste verjaardag hebben wij muziek uitgebracht, ja, om haar te eren. Ja. Haar oeuvre te eren. En ja, ik vind haar zo'n fantastische vrouw. Wat zij heeft betekend voor de muziek. Maar ook wat zij heeft betekend voor, ja, een vrouw met mijn kleur. En ja, ik wil haar gewoon op deze manier bedanken. En het wordt fantastisch, want volgend jaar gaan we toeren. Fantastisch project waar ik heel, ja, trots op ben. Wij gaan afscheid van je nemen. Wat is jouw wens voor deze wereld? Wat ik als eerste zou willen wensen is dat iedereen gewoon liefde accepteert. God is liefde, Jezus is liefde. Ja. Zodra we dat accepteren, dan is de rest niet zo moeilijk. Want het geeft je rust, het geeft je inzicht. En dat wens ik iedereen op deze aarde. Liefde. Ja. Mooie wens. Dankjewel. Je bent gek op cadeautjes. Dit is een mooie viltetas. Oh, daar, wow, staat op. Beloved. Ja. Ja. Ja, heel mooi. En we hebben prachtige kerstkaarten gemaakt. Prachtig. Je bent geliefd. Heel mooi. Oh, wat leuk. En je bent nog een keer geliefd. Oh, dat vind ik echt superleuk. En nog een keer. Prachtig. Alsjeblieft. Mag ik die allemaal hebben? Nee, je moet er twee teruggeven. Kom. Van harte. Okay. Dit boekje, je bent geliefd, een agenda. Zodat je al je concerten en al je optredens in kunt schrijven. En af en toe bemoedigd wordt door een hele mooie tekst die hierin staat. Heel mooi. Dank je wel. Ik vond het heel erg leuk. Ja, je bent nog niet klaar. Oh. Je moet nog even een kerstliedje van ons zingen. Silent night. Holy night, all is calm and all is bright around yon virgin mother and child. Holy infant, so tender and mild. Sleep in heavenly peace. Ooh, yeah. Sleep in heavenly peace. Ik vond het een eer en een vreugde dat jij in de eerste kerstaflevering van Hour of Power jouw bijdrage, ja, leverde. Ik vond het ook een eer. Ik vond het heel erg leuk. Dank je wel. Wederzijds. I wanna share his love, share his love. I wanna share his love, share his love.
Iedereen is geliefd. Jij ook. Help Hour of Power Gods liefde door te geven. Een paar weken geleden waren we met een aantal kijkers van Hour of Power in Shepherd's Grove. Het was een bijzondere Amerika-reis. En de bedoeling, en dat is ook gelukt, was om Bobby Schuller te ontmoeten, om de kerkdienst mee te maken. Voices of Hope, het kinderkoor, samen te zingen met het koor van Hour of Power en anderen te ontmoeten. En heel bijzonder, iedere keer werd ons weer verteld door de mensen die mee op reis waren, hebben we wat tijd om te praten, hoe belangrijk Hour of Power in hun leven is. En hoe ook soms Hour of Power het leven veranderde door te gaan kijken naar Hour of Power. Soms heel toevallig en soms heel bewust als je op zoek bent naar God. En ja, dat stimuleert mij ook om aan u en aan jou te vragen, want we zijn bezig om 500 donateurs te werven en het gaat goed om erover na te denken om donateur te worden. Want die hebben we nodig, want we willen volgend jaar graag doorgaan met onze uitzending om harten te bereiken, om mensen te vertellen dat ze geliefd zijn door God. Ik denk niet dat er een belangrijke boodschap is dan die. En zeker als we zometeen denken aan het kerstfeest, dat Christus voor ons naar deze aarde is gekomen, voor ons geboren is. En als we dat goede nieuws mogen doorgeven, en als we dat met elkaar dragen, dan zijn we met iets heel moois bezig. Dus als je het kunt, en als je Hour of Power wil helpen, word donateur. Hartelijk dank. Thank you.
We're so glad you're here. Would you stand with me? We're going to say this creed together. Hold your hands out like this as a way of receiving from the Lord. Let's say this together. I'm not what I do. I'm not what I have. I'm not what people say about me. I am the beloved of God. It's who I am. No one can take it from me. I don't have to worry. I don't have to hurry. I can trust my friend Jesus and share his love with the world. Thank you. I want to remind you that it's actually true, that you're not what you do, you're not what you have, you're not what others are saying about you or have said about you, good or bad. You're exactly what God says about you, and that is that you're his beloved son or his beloved daughter. We must know that God has forgiven us, that God loves us, that we're not saved by our works, that we're not lost to sin because of our faith in Jesus Christ and the good work he did for us. Amen? The reason I begin that is because we're going to talk a lot about hopes and dreams and about the fears that many of us have that when I've made a mistake, that maybe, you know, God has taken away my dream or my destiny or the thing that I wanted to accomplish in my life. Have you ever felt that way? I have. And I want you to know that all of these feelings, these hopes and dreams, many of you have them, that they're worth holding on to. They're worth pursuing, and they're worth waiting for. And that's what Advent teaches us. Advent reminds us of the discipline of waiting. That to get where we need to go requires patience, and it requires a willingness to walk down the narrow, difficult path with the Lord. God will get you where you need to be. As long as you are not hard-hearted towards him, and I think that's the key. It doesn't matter how much you've messed up, how many mistakes you have, how far you've fallen. If you are tender-hearted to the voice of the Lord and his word, he will get you where you need to go. Amen. God is, see, this is the problem, though. God's timing isn't our timing. God is annoyingly unhurried. God is absolutely unhurried. But God is also unstoppable. He moves slowly in the direction of the thing he intends to do, and nothing can stop him. If God's put a dream in your heart, or God's called you to a destiny or something, you must understand that if you're going to walk with Christ, you must walk at a walking pace. But if you walk with him, everywhere you go will ultimately be blessed. Just look at God's creation. It's unhurried and unstoppable. I've read that you can put a 2-inch steel band around a watermelon, and in time, that watermelon will snap that steel band. I read about a theologian who talked about trying to remove bamboo from his backyard, and he would cut it down. You know, the first time he cut it down, and it grew back twice as tall, twice as green, twice as strong. And he said, my goodness. So he then cut it way down, like a foot below, and then boom, even bigger. So the third time, he cut it all the way down. He dug a hole. He put poison, salt, gravel, and concrete over it. And he said it wasn't too long later, all of a sudden, bamboo shoots started poking through the concrete. This is God's nature. Unhurried, unstoppable. Unhurried, unstoppable. Unhurried, unstoppable. God has a calling for your life, something you're hoping for, something you're dreaming for. And if you're American like me, you want it now. Let's get efficient. Let's be industrious, people. You find out. Now, that's not the way God always works. And God will get you there, but he's going to take time. And it's in that in-between that we remember and we truly enter into the Advent season. Advent is actually not Christmas. Advent is the waiting for Christmas. Advent literally means the arrival, but the Advent season is waiting for the arrival. It's like when you go to the airport and you're waiting for your kids to come on the plane or your parents or a good friend, but they're not there yet.
And that's what the Advent season is supposed to be like for the church. It's remembering with the ancestors what it was like as our Jewish ancestors were waiting for the coming of the Messiah. And it's like when we're in here, we're waiting together. And what we're trained to do in this Advent season is align our own hopes and dreams with the hopes and dreams of the Jewish people waiting for the Messiah. Hoping for things is so good for the soul. It's easy when we get sick, when we get older, when we go through so many disappointments, to just stop dreaming altogether, to give up on our goals, or to stop hoping for things. But I want to encourage you, keep hope alive. Keep your dream alive. And don't be worried about the hard work and the time that lies between you and your destiny. God will get you there. In Genesis chapter 3, many of us know this story. God created his good world. It was chaos, and he created it into a place of order and goodness. And he placed in that world a garden. And in that garden, he raised from the dust a man, and he called him Adam. And Adam and the Lord knew each other. It was like they were friends. They walked with one another in the garden. But Adam, it wasn't enough. He needed a companion. Actually, it's interesting because the Bible says, and God said, it is good, and God said, it is good, and God said, it is good. And then when God creates a man, he says, and God said, it is not good. It literally says that. It is not good that man should be alone. Isn't that funny? So he created a woman. Am I right? I'm looking at you, ladies. Thumbs up. So out of Adam's body comes Eve, and they become a perfect match for one another. And I know this sounds weird to us, but Adam and Eve lived in the garden naked. And, you know, this is the idea that they lived a life without shame. They weren't ashamed of anything. They weren't guilty about anything. They were just fully alive and fully joyful. And they didn't think in terms of nakedness or clothing. Why? Because they had nothing to hide. I also think that Adam had a six-pack, so that didn't hurt. But that's just me. I don't really know. They have this perfect world, and they have one rule, and we all know what the rule was. Don't eat of the tree of the knowledge of good and evil. It was optionality that God gives to Adam and Eve, the ability to leave God if they want to. If you want to leave me and you want to live life without me, you can eat from this tree, and you will know evil. And they take that route, and they're tempted by the serpent. And then this is what happens afterwards. You realize that when this happens, all evil enters into the world, all sin enters into the world, and Adam and Eve hand over authority over this world to Satan. So it's the worst thing that's ever happened. And this is what happens. Then the man and his wife heard the sound of the Lord God as he was walking. Interesting is you can like hear God walking in the garden in the cool of the day. And they hid from the Lord God among the trees of the garden. So there it is, shame. All of a sudden they feel shame and guilt for the first time. So it's one of the worst things someone can feel. But the Lord God called to the man, "Where are you?" He answered, "I heard you in the garden, and I was afraid because I was naked, so I hid." And he said, "Who told you that you were naked? Have you eaten from the tree that I commanded you not to eat from?" The man said, "The woman." Am I right? Exactly. The man said, "The woman. The woman you put here with me," so blaming the woman and blaming God, "she gave me some fruit from the tree and I ate it." It's like she gave it to me and I didn't know what it was. Just gave it to me. I was like, "You know, okay, I'll eat it. Fine, I'll eat it, whatever." God just moves on. Then the Lord said to the woman, "What is this you have done?" And the woman said, "The serpent." Am I right? "The serpent deceived me, and so I ate it." It's not my fault, it's the serpent. Well,
all of those things are a little true. And of course, the serpent is where all evil comes from. So the Lord God said to the serpent is Satan, who is real, who is actively trying to destroy your life and the life of the church and the life of Christ. He is the source of all shame, the source of all fear, the source of death. And rest assured, God has given you authority over him. So the Lord God said to the serpent, "Because you have done this, cursed are you above all livestock and all wild animals. You will crawl on your belly and you will eat dust all the days of your life. And I will put enmity." Enmity can mean an adversary or an enemy. If you put an article in front of it in Hebrew, it can literally mean I will put an enemy there. So I will put an enemy, or I will put a fighter, or I will put someone there between you and the woman. This is the first messianic text in the Bible, first prophecy of the Messiah. So I will put an enmity, or I'll put an enemy, or I'll put an adversary between you and the woman, and between your offspring. Who's the offspring of the devil? Demons, evil, sickness, death, hatred, and hers. Who are her offspring? Well, we are. The Jewish people first, and then all of those grafted into God's family through Jesus Christ, into that covenant. And he, not they, he will crush your head, and you will strike his heel. That is the prophecy of the cross. Jesus, the striking of the heel was Christ crucified, but the crushing of the head was the resurrection. Amen. And that is the promise. And so almost the whole Old Testament is the long, long, long fulfilling of this prophecy. That God, you will see as the story goes on that things don't get better right away. They get a lot worse. Starting with a murder of between Cain and Abel, and nations warring with one another, illness, shorter life, war, all manner of evil entering into the world. And you see under all of that an undercurrent of God in an unhurried way, yet unstoppable way, fighting evil everywhere he goes and launching green shoots through the concrete of the kingdom of darkness. Unhurried, unstoppable. And you see it throughout the whole Old Testament, from Abraham, that God picks a nobody from nowhere to be the father of many nations. An old man, by the way, 75. To be the father of many nations. Some of you guys are in your 75, and God's like, "You're going to be the father of many nations." You're like, "What? I just started golfing. I just retired. No, thank you." Look, maybe God gave a promise to you, and you're sitting here today, and you feel like after you got that promise in your heart, things have only gotten worse for you. Well, that's the way things are. Don't lose hope. Very often when God calls us, not very often, always when God calls us, he doesn't call us down the broad and easy path that leads to death. He calls us to the narrow, gated, difficult, rocky road that leads to life. So you can trust that the path that God calls us to is difficult. You can trust it's arduous. You can trust that it will take a long time. And you can trust that it is worth it. And it will happen. Don't lose hope. Amen. Don't give up faith. The more important your life is, the more the enemy wants to attack you. The more he will try and stop you and do things to you. But God will save you and God will protect you from those things. Don't be afraid. Almost all the stuff that the enemy uses to fight us and harm us is intellectual. That is, it's either we believe false things or we're afraid, or we try and think that this little bad thing is going to be a really huge bad thing. Just trust in the Lord and live today and trust that he will get you
where you need to go. Don't listen to the enemy. Listen to brave, wise people in your life. And most of all, listen to the Word of God. It's always true. So we see that all the way through the story that Satan is fighting to keep Jesus Christ from being born. In fact, at the very end, I believe Herod, who is utterly evil, when he heard that the king of Israel was going to be born, he killed all of the babies under 2 years old in and around Bethlehem to sort of prevent this from happening. All of this to say what God promised came to pass. Because once God says something, it is chiseled in stone. God doesn't take words back. God doesn't unpromise things. God's faithfulness is not dependent on our faithfulness. The scripture says that even when we are faithless, he remains faithful because he can't deny himself. He can't go back on what he says. So trust the promises of God. Trust that he will get you where you need to go. Trust that you will go to heaven if you've depended on the name of Jesus as your Lord and Savior. Trust in these things. Don't be afraid. Lastly, let me say this. If you hear anything, is that you see through the stories in the Bible and other places, well, that God loves dreamers. There's a power in dreams that comes from faith. Belief that my life could be bigger than it currently is. Belief that God can take me somewhere that I'm currently not at. It broadens and enlarges your vision. It gives us purpose and hope. And don't forget, during this Advent season, my hope is that there will be a movement from the Holy Spirit within our church to reignite many of the hopes, dreams, and to give all of us the resilience we need to endure the sometimes months and even years that we need of struggle to get to the victory we need to achieve. Amen? Let's pray. Father, we love you, and we thank you that you love us. And I just believe, God, there's so many people that are struggling with shame and guilt. We repent of our sin. We ask that you forgive us and wash us clean, Father, of all the things we've done. And trust, God, that even if we fall again, Lord, you will not rob us or take away our destinies, but you will walk with us and carry us to where we need to go. Lord, we love you and we thank you and we trust you. It's in Jesus' name we pray. Amen. And now the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift his countenance upon you and give you his peace. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Iedereen is geliefd. Jij ook. Help Hour of Power Gods liefde door te geven. Advent, dat is de tijd van wachten en verwachten. En durf je nog te dromen? Dat was de oproep van Bobby Schuller. In de komende weken hopen we met onze gasten te praten over de betekenis van kerst. Juist in deze tijd, juist in onze wereld. En volgende week hoopt mijn gast te zijn Paul Blokhuis. Hij is staatssecretaris voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Een man die geboren is in een predikantsgezin. Zijn tweelingbroer is dominee. En hij vertelt met liefde over het gezin waarin hij opgroeide. Over wat God in zijn leven betekent. En hoe hij dat als staatssecretaris vorm en inhoud geeft. Een bijzonder gesprek, dat hoop ik tenminste. En ik hoop dat u en jij een goede zondag hebben. Fijn dat zoveel jonge mensen naar Hour of Power kijken. Ik kwam van de week uit een gebouw lopen. En toen holde iemand naar me toe. En die zegt, ik kijk altijd naar Hour of Power op YouTube. Dat
was weer een leuke ervaring om te horen, want dan zijn we ook zeer actief op social media. Dus volg dat ook. Hartelijk bedankt voor het kijken. Een goede zondag en ik hoop tot volgende week. Wij hopen dat deze uitzending u heeft bemoedigd. Kijk volgende week weer naar Hour of Power met Bobby Schuller. Blijf in contact met ons via social media, onze website of bel ons. In onze webshop vindt u vele prachtige geschenken die u bemoedigen en inspireren. De boodschap van Hour of Power heeft wereldwijd impact op miljoenen mensenlevens. Wij danken de donateurs die het financieel mogelijk maken dat we ook in Nederland elke week te zien zijn op televisie. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.